Twee vuchtsen, Carla Rabou en Astrid van Os, organiseren deze dagen een expositie in hun eigen vucht. Uitvaartonderneming Van der Steen stelde voor deze gelegenheid een ruimte beschikbaar. Genodigden mochten inmiddels alvast een kijkje komen nemen. En dit weekende is iedere belangstellende welkom aan de Kempelandstraat nummer 9. Nee, ik ben al ongeveer een jaar bezig met het tekenen van deze tekeningen. En dat is eigenlijk ontstaan uit het... een combinatie van een vriendin van mij die olieverf op doek schildert. En ik had dan een beetje de abstracte tekeningen wilde ik daarop maken. Maar ja, dat was niet geworden wat ik zou willen. Toen ben ik op een gegeven moment gaan verzinnen van ja, wat zal ik dan doen? En dan ga je uit verveling rondjes zetten. Zo van spelende wijs op papier. En op een gegeven moment werd er eigenlijk best wel iets leuks. En toen ben ik die gaan uitwerken in meer realistische tekeningen en in gaan vullen met één kleur inkt op één kleur papier. En daarna gewoon uit gaan werken in diverse vormen. Dus zoals je ziet van een adelaar tot een boerderij of wat dan ook. En dan de ene keer gebruik ik witte inkt op zwart papier en dan weer eens zwarte inkt op wit papier. Met gevolg dat je dus iedere keer dan ook de tekeningen zelf heel bijzonder worden en heel anders. En ja, ook eigenlijk voor ieder interieur dan ook weer heel toepasselijk zijn. Je werkt bewust niet met kleuren? Niet met kleur. Ik heb vroeger tekenles gehad bij meneer Van Woensel. En daar heb ik... De bekende Aard van Woensel. Alleen het leuke was, die kocht ook mijn eerste tekening. En die maakte mij eigenlijk op attent dat ik een techniek ontdekt had, per ongeluk, die niet bestond. Dus het tekenen van minuscuul kleine rondjes in, dat is nou het resultaat zoals het hier geworden is. En het leuke is als je... Die techniek inmiddels nu ook naar jou vernoemd? Nee, dat niet. zo ver ben ik nog niet gegaan. Ik vind schilderen en tekenen sowieso heel leuk. Maar met portretten, daar heb ik iets mee, daar raakt me. Wat is dat wat je raakt? Het karakter van de mensen. Dat proberen vast te leggen en terug te halen op doek. En dan, maar de vele facetten van de mensen. Het is niet alleen, net als bij Toon Hermans, de clown. Maar het is ook de serieuze man. En die heeft hij ook die kant. En dat is ook bij Jos Brink en Bram Schaffy en Kraaikamp. En mensen hebben verschillende kanten van hun karakter. En dan dat terug te laten komen in een schilderij, dat vind ik, mooi. Waar selecteer jij je portretten op, zeg maar? Puur op gevoel. Ik moet wel. Heb je iets met de cabaretier Toon Hermans? Wel mensen die mij op de een of andere manier hebben geraakt. Of doordat ik om hun kon lachen, maar ook dat ze me konden ontroeren. Dus het moet me wel aanspreken, de persoon in kwestie. Maar meestal komt dat vanzelf. Als je eenmaal gaat tekenen, dan krijg je wel een feeling met de persoon. Toon Hermans heeft een speciaal plekje, heb ik begrepen. Ja. Dat doet me echt aan vroeger ook denken, jeugdherinneringen. Ja. Kun je er iets meer over zeggen? Ja, mooie tijden. Ja. Zullen de mensen mee rondleiden? Dus als u zin heeft om te komen kijken, dan zou ik zeggen... Kom binnen. Kom binnen. Ja, kom binnen. Oh, kijk uit. Ja. U maar weg, alsjeblieft. Ja. Kom je mee, Riet? Ja, kom. Maar het leuke is dan wel dat je, kijk, om dan de tekening een beetje aan de man te brengen, is natuurlijk dit gewoon een hele leuke kans die wij samen, een vriendin van mij, Astrid en ik, aangegrepen hebben. En omdat de werken ook zo verschillend zijn, krijg je er ook gewoon een hele leuke combinatie van zo'n expositie. Anders is het vaak of alleen schilderijen of tekeningen. En nu hebben we het gewoon gecombineerd. En dat is het, dit wat het geworden is. En daar zijn we eigenlijk best wel een beetje trots op. Erachter elk schilderij nog een verhaal. Ja. Sommige wel, sommige niet. Sommige is pure fantasie en andere heb ik geschilderd door een gebeurtenis of als verwerking van iets. Gewoon omdat je dacht, het ziet er mooi uit. Ja, soms begon ik ook zomaar dat ik dacht van wat dit moet worden, weet ik helemaal niet. En dan ga je door en door. Ja, en dan ontstaat er toen iets moois. Ik ben begonnen met pastelkrijt. Okay. Ja, en dat doe ik nog steeds. Zijn vooral dan de opdrachten die ik dan krijg. En pastelkrijt is ook heel mooi materiaal. Het is wat zachter. Het enige nadeel vind ik van, je moet het altijd inlijsten achter glas. Doe je dat niet en je gaat er per ongeluk overheen, dan heb je kans dat je je tekening vernielt. En dat is zonde. Heel goed. Gewoon heel goed. Prijzen te laag. Er zit nog een lijst bij ook. Als je iets in laat lijsten, ben je al zoveel geld kwijt. Dus als je iets moois wil hebben, koop het.
Ja, ik vind het... Het is grandioos. Ik werk alleen maar met Rembrandt-verf. Ik wil kwaliteit. Ja. En dat kost gewoon aardig wat. En als je dan ieder werk... Ik vind wel een werk is pas af als het in je lijst is, in mijn geval. En als je al die lijst moet laten maken, dan wordt het erg duur. Dus vandaar dat ik ze allemaal zelf maak. Dat vind ik knap. Ja. Het is veel werk, maar het is wel leuk om te doen. En daarmee zijn ze ook uniek. Ja. Ja. Je bent nog niet zo lang bezig. Waar eindigt dit? Ik heb geen idee. De expositie volgende week 13 en 14 oktober zal het resultaat moeten blijken wat het gaat worden. Ik ben zelf wel heel benieuwd en heel nieuwsgierig wie erop afkomen, welke mensen het leuk zullen vinden, of er überhaupt een opdracht uit volgt, of mensen iets willen kopen. Ik ben heel benieuwd. Ja, je hebt jezelf eigenlijk relatief laat ontdekt. Ja. Wat had dat wel niet betekend als je dit in je jongere jaren mee begonnen was? Ik heb altijd getekend. Altijd. Alleen niet dit. En ik ben begonnen met mijn eigen vader te tekenen. Toen hij was overleden. Meer eigenlijk voor mezelf als rouwverwerking. En ja, dat ging goed. En toen had ik zoiets van, dat is wel heel erg leuk eigenlijk om te doen. En ik heb niet geadverteerd of zo, want het komt gewoon op mijn pad. En toen heb ik de vader van Otto en Carla heb ik toen ook getekend na diens overlijden. En ja, dan gaat dat rollen. Dan gaat het balletje rollen. Nou, vooral de liefde waarmee het gemaakt is. De liefde voor het onderwerp. En dan ga je goed kijken. Dan ben je ook niet bang om tot in detail te werken. Want dat mag eigenlijk niet meer, hè. Je moet wild doen. Ja, je moet vooral krassen. Je moet veel lawaai maken. Maar daar zijn we vandaan teruggekomen, hè. Waarom moet men komen kijken? vooral als je van kunst houdt. Dan is het leuk om ook eens naar andere werken te kijken. Misschien schilder je zelf, teken je zelf, doe je ideeën op. Gewoon een leuke weekendvulling.